Jan Jansen, hoe vaak heb jij nog gedroomd van je overwinning in 1968? Dromen niet, maar ik denk er bijna wel elke dag één keer aan. Het was een schitterend stukje televisie in 1968. Je won de tijdrit van Herman van Springel. Theo Komen was op de televisie de commentator. Het was het mooiste stukje televisie, sporttelevisie, wat ik in mijn jonge jaren heb gezien. Klopt. Theo Komen was voor de radio. En die had een combi met Jean Wouters, een Belgische sportjournalist. En Komen zei tegen Wouters: Jean, gecondoleerd met het verlies van Herman van Springel. Ah, dat sloeg erin als een bom natuurlijk. Maar Fred Raquet was van de televisie. Die deed het de televisie toen. Helaas ook overleden, veel te vroeg. Maar dat was een merkwaardige dag. Fantastisch. Geweldig. Wat ook zo typerend is, dat het stuk waarin jij die Tour de France won steeds maar weer getoond wordt op de televisie. En jaren later was je op Zoetemelk ook winnaar van de Tour, maar die beelden zie je nooit. Ja, ik weet niet waarom. Maar de eerste Nederlander die een Tour wint, ja, dat geeft toch wel extra power. Maar en dan zeker op de manier hoe je het gedaan hebt. Alhoewel, ik moet toch toegeven dat Joop regelmatig toch dat fragment dat hij valt, dat hij tegen het wiel rijdt van Johan van der Velde. En dat eigenlijk de Tour voor hem helemaal afgelopen zou zijn. Maar de schade is er al meegevallen. De wielersport is totaal veranderd. In alles. In kleding. In voorbereiding. In schoenen. In fietsen. Als je nu ziet. Dat zijn geen fietsen meer. Dat zijn objecten waar je zegt van. Geweldig. Fantastisch. Wij maken die dingen ook zelf. En dat zeg ik wel eens. Ja. Hoe kan dat allemaal? Maar de techniek staat voor niets. Dus over 10 jaar is het misschien toch weer anders. Maar er is zoveel veranderd. Heb je geen idee van. Dus daarom, de Tour de France is nu nog maar 3500 kilometer. Nou, in onze tijd was dat natuurlijk 4600, 4700 kilometer. Er waren veel langere etappes, langere dagen. De Tour duurde 24 dagen. En dat is allemaal achterhaald een beetje. Er was een Almeloze fietsenhandelaar die heel veel fietsen van jou afnam. Henny Koopman. Ik heb hem 40 jaar niet meer gezien. En vanavond is hij aanwezig. Ja, dan begrijp je wel dat we daar een biertje op gaan drinken. En mooie anekdotes vertellen. Verhalen allemaal. Geweldig. Word je nog steeds op straat herkend? Ja, dikwijls wel. Ja. Heb je daar last van? Helemaal niet. Nee. Ik heb mijn hart op de tong liggen. En je maakt het zo lang zoals je zelf wil. Maar ik vind het leuk om mensen een plezier te doen. En dat nog eens, die mensen ook in het perspectief zetten. Dat ze zo enthousiast waren toen in die tijd. En nog, dat ik de Tour won, dat ze me gevolgd hebben, dat ze me gezien hebben. Al die dingen weer. Dat is leuk. Zoveel mensen die onderlaatst nog een aantal. Een dame die was geboren op 21 juli 1968. En een meneer, ik heb hem vanmiddag een boek opgestuurd. Geboren in 1968, 21 juli. Dat zijn allemaal van die dingen die nu allemaal spelen. En ik vind het leuk dat die mensen daar iets aan doen. Dus dat zijn allemaal mensen van 50 jaar geleden.